We staan hier nu aan een tafelgetouw waarbij we de kettingdraden opgespannen zien staan op het getouw. Dus is op voorhand voorbereid. En dan gaan we hier met de weeflat de inslagdraad daar rond wikkelen. En kunnen we die draad inbrengen. Dus wat gaan we doen? Iedere draad zit op een schacht en we kunnen de schachten afzonderlijk gaan bewegen. Waardoor hier een opening ontstaat tussen de verschillende kettingdraden. En hier tussen gaan we de inslag gaan inbrengen. En dan gaan we de draad gaan aanslaan tegen het weefsel. Zo kunnen we nu een wissel maken van onze schachten. Waardoor je nu kan zien dat de draad daarnet ingebracht is, helemaal vast komt te liggen. En kunnen we opnieuw de volgende draad gaan inbrengen.